Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif. We zijn er weer, door weer en wind. Het stormt nog steeds. Ja, al weken voor ja. mijn gevoel. Ja, nu vier dagen op rij. Je ziet er een beetje verwilderd uit. Ja, mijn haar zit denk ik een beetje uh, als een uh, waaiboom of een ja. hoe heet zoiets? Een, een treurwilg. Nou ja, ik ben ook wel een treurwilg. Vind je niet? Ja, je had wel een beetje een mood net. Ja, ja ik ik, <laughs> ik durf niet, van... niet te vragen wat er was. Nou ja, ik hou gewoon niet van storm. Ik krijg er hoofdpijn van en ik vind het gewoon irritant. Ja, het is ook irritant. Ja. Maar goed, vertel me je ergernis. Ja, um, mijn ergernis uh, nu is een, uh, een ergernis van, van vandaag. Ik heb een paar keer. Ik, ik ben al de hele ochtend mensen aan het bellen voor werk. Dat moet jij natuurlijk ook de hele tijd doen. Mm -hmm. En wat ik echt een ontzettend onnodige en ergernisopwekkende. Applicatie of toepassing vindt, is dat als je iemand belt, dat ze je dan wegdrukken en dat ze je dan automatisch een smsje sturen met het oh, komt nu even dat niet is uit. Ja, Dan kan ik je later bellen. Ja, dan denk ik... Maar dan denk ik, als je me wegdrukt, dan weet ik dat het niet uitkomt of ja. dat je niet wil opnemen. Dus het is zo onnodig. Ja. En ik snap niet waarom dit. En ik moet, wel, ik moet wel toegeven dat ik het zelfs heel soms ook doe zelf. Maar dan doe ik het meestal per ongeluk, want dan druk je ergens op en dan komt dat dingetje... Oké, okay, nu voel ik me echt een oma, maar goed. Dan komt dat dingetje omhoog en dan druk je erop, zeg maar, ja, nu niet, zeg maar. Maar ik vind het echt een hele onnodige uh, toepassing. Maar het is ook echt zo'n oma-ding, toch? Nou, het is een heel erg werkding voor mijn gevoel. Woordvoerders doen dit heel veel. Oh, echt ja. heel veel. Oh ja. Ja, en wat ik dan nog erger er irritanter vind, je hebt dus ook een customized versie. Dat je blijkbaar dat je dus kan dezelfde tekst kan typen. En dan zeggen ze: ja, uh, het komt nu. Ik kan nu niet opnemen. Kan je het via uh, WhatsApp de vraag stellen of zo? En dan doe je dat. En dan geven ze geen antwoord. En dan bellen ze ook niet meer terug. En dan moet je dus de hele tijd erachteraan. Maar dan heb je dus wel een sms'je gekregen van het komt nu niet uit. Of kan ik je later bellen. Of, irritant. Is dat is irritant. Het is toch? Het onwijs onnodig, of niet? Ja, ik vind het ook. Ik vind het. Weet je wat ook uh, irritant is? Als mensen opnemen en zeggen, uh, ik bel je zo even terug. Oh ja, vind en dat je dan irritant. vervolgens twee uur moet wachten. Nou, of dan denk ik <laughs> gewoon, neem dan gewoon niet op. Zeg maar. Ik begrijp dat je dan niet kan bellen op het moment dat je niet opneemt. Ja, maar misschien willen ze toch even horen uh, zeg maar, of er iets ergens aan de hand is of zo. Ja, oké, okay, dat zou nog kunnen, ja. Ik vind dat beter dan het smsje met dat ik Het smsje is, is heel, 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 heel irritant. Ik toch? Ik daar heel vaak... Uh... Ja, ja, Ik dacht al ik dat jij dit ook zo ook heel vaak zou hebben. Ja, ja, ik heb het ook alleen met werk. Mensen in privé doen dit niet. Het is echt ik een ken mensen die dit ook privé doen. Serieus? Ja. ja. Ik zou ze eigenlijk een keer moeten toespreken. Nou, goed. Ik hoop dat ze luisteren bij de namen en rugnummers. Wie? <laughs> en Jij. Ja, ja. Ik had ook een beetje Waar een werk-ergernis. Ja, werk of tenminste, een paar keer had ik in een gesprek mede voor werk of in een interview dat mensen heel vaak je naam gaan gebruiken in een gesprek en dat te vaak doen. Ken je dat? denk het wel. Ja. Dus dat ze bijvoorbeeld, dan zit je gewoon in een uh, gesprek, of dan is het zo, en dan zegt ze van die dingen van: uh, Ja, echt heel fijn om je even te spreken, Kitty. Of uh, ik zeg je eerlijk, Kitty. Of Je moet weten, Kitty. En dan denk ik: Waarom herhaal je mijn naam zo vaak? Ja. Ik heb dus het idee dat het een, een soort Amerikaanse tactiek is om binding ja. te creëren met iemand. En maar ze bereiken dan het tegenovergestelde. Ja, bij, dus het, ja, bij <laughs> mij zeker. Maar ik heb het gevoel dat het. Uh, zoiets is wat in een of ander marketingboekje of zo staat. Van ja. Dat het goed is om dan ja, ja, ja. heel goed om dan even, even, even die persoonlijke connectie te maken. Ja, in zo'n ja, zo tactiekje. Ja. Ja, ja, precies. Oh, dat is heel irritant. Vooral als je door hebt dat het echt een tactiekje is. Ja. ja. En ik vind sowieso. Ja, ik weet niet. Het, het is zoiets zoiets amicaals of zo. Mm -hmm. Toch? En ik vind, ja. sowieso, vind sowieso irritant als mensen heel vaak mijn namen gebruiken. Ja, dat is ook. Ik vind dat ook irritant. Ja. Ik hou er ook niet van. Ik vind dat ook. Ja, zelfs met de telefoon. Als ze opnemen en dan. Hi en dan je naam zeggen vind ik al irritant. <laughs> ik denk ja, ik weet dat je weet dat ik het ben, want ik bel je. Ja. Zeg maar, ja, de... Hoi, lief Vertel. Ja, ik vind dat irritant, maar. Maar ook je naam zeggen in een gesprek, dus de hele tijd. Zo van ja, Kitty, weet je wat het is, Kitty? Bla, bla, bla. Ja, dat is dat... iets heel, heel belerends, heeft het ja, of, of alsof iemand boos is. Ja, dat. Ja, ja. en ook ik vind het ik vind het, de verbale, het verbale equivalent van iemand die de hele tijd aan je schouder zit. Ja, dus je wel? die dan ja, de hele tijd ja, ja, ja. aan je zit. Zo, ja. en dan je duwt of zo. Of, ja. of zo in je, in je arm knijpt of zo. Het is dus een soort aanranding eigenlijk. Ja, zo. Voelt verbale het wel. aanranding. Zo voelt het. Ja. You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. The man I love was never real. Everything's a lie. Who is this guy I've been sharing the same bed with? Then I get these threatening messages. Yeah, that was a stukje van the Tinder Swindler to zien op Netflix. <coughs> yeah, heb you hem gezien, Elif? Zeker. Sure. Ik vond het echt genieten. Ja, ik ook. Ik vind het heel <laughs> erg leuk. Ja. Misschien kan jij hem even samenvatten voor ons. Voor de oh. mensen die hem nog niet hebben gezien. Nou, spoiler alert. Um, het gaat over een, uh, een man die uh, zich voordoet als uh, zoon van een diamanthandelaar. Uh, en vrouwen ronselt uh, via Tinder. En dan eerst gewoon wekenlang een soort relatie met ze aanknoopt. En dan op een gegeven moment uh, geld gaat vragen omdat hij zogenaamd bedreigd wordt en ja, het is eigenlijk uiteindelijk een grote soort van gebakken lucht, want hij betaalt de ene slachtoffers met het geld van de andere, dus het is ja, een het soort piramide uh, spel, ja. zeg maar. Uh, alleen dan dus met een uh, in relatievorm. vorm. Ja, en het is echt super interessant en die documentaire is gewoon heel. Uh, ja, het is van die maker van Don't Fuck with Cats en dat vond ik ook echt al een hele interessante en fucked up documentaire. En dat is dit eigenlijk ook. Ja, die vond ik minder. Ik vond deze wel echt heel goed, maar misschien omdat het onderwerp me ook wat meer aansprak. En het is gewoon krankzinnig, toch? Ja, het is echt krankzinnig. Ja, ja het is echt gestoord. Ja, ik had wel, je hoorde net een van die slachtoffers, Scandinavisch meisje, um, Noors was ze. Ja, ik, ik vond haar wel in het begin heel ergerlijk. Ik dacht wel van Jezus, wat een naïef. Kind is dit. Ja, want ze krijgen best wel veel kritiek nu, die vrouwen. Ze worden... Ja. ja. Van sowieso golddiggers en zo. Dat is best wel cru als je voor golddigger wordt uitgemaakt. terwijl je twee ton is dus gemaakt. ja echt getrokken bent. Ja. 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 Maar dat verhaal wat hij vertelt. van Ik ben diamanthandelaar en um, my enemies... Ja, ja. En, en Zitten met, achter me aan en daar moeten jullie tonnen overmaken of geld lenen. Dat je wel echt denkt ja, dat ja. je dat doet. Dat, dat spoort natuurlijk totaal niet. Maar volgens mij is er wel eens bewezen dat als je verliefd bent. En dat, dat was zij, ja. in ieder geval. Een, een van die vrouwen was echt verliefd op hem. Of nou, die Eileen, die Nederlandse trouwens ook. Ja. Als je verliefd bent, dan ben je eigenlijk gewoon ontoerekeningsvatbaar. Dat, ja. is, dat is een keer onderzocht. Dat het doet hetzelfde met je brein als dat je de hele tijd onder, onder drugs mm -hmm. staat. Dus ja. uh, die vrouwen, ja, die zijn gewoon. Uh, in de vlaag van de verstandsverbijstering. Uh, ja, dus voorbijsturing. Eh leningen ook... afgesloten. Ja, maar ik vind dat, dat die kritiek vind ik ook, een beetje... <clears throat> vind ik ook een beetje ver gaan, want hij heeft het gewoon wel hij pakt het wel echt heel goed aan. Ja, maar ik, vond je dat echt? Ja. Ja, het is wel, na een kijk, maand, als iemand na een maand gewoon gaat vragen of je leningen wil uitnemen van 10.000 10 ja, euro Nee, maar hij doet het wel je... iets subtieler. Dus het begint eerst met, ja, mag ik je creditcard gebruiken? Nou ja, het, het, het is een soort slippery slope waar hij dat, dat mee... Hij begint niet met, mag ik 100.000 euro van je lenen of zo? Het is gewoon eerst van, mag je creditcard gebruiken? Want mijn, mijn creditcard is geblokt of zo. En dan uiteindelijk wordt het steeds erger. Maar ik vind, het, ik vind dat hij het wel best wel geraffineerd uh, doet. Ook met, met die filmpjes. Hij van die filmpjes dat zijn bodyguard in elkaar is getimmerd en zo. Uh, en dan stuurt hij datzelfde filmpje naar letterlijk iedereen die aan het oplichten is. Maar het is... Want je hebt natuurlijk ook... Je hebt van die, van die vrouwen, van die wanhopige vrouwen... die dan ook worden opgelicht door van die uh, mannen uit Nigeria en zo. Ja. En die hebben ze dan gewoon serieus ook nog nooit ontmoet. En die maken ook geld over. En dat ja, maar is natuurlijk dat, veel... Maar daarom is dit natuurlijk veel boeiender. En daarom slaat het ook zo aan, omdat... Het zijn vrouwen zoals wij. Het zijn jonge, ja. stedelijke, hoogopgeleide vrouwen ja. die volledig in de maling worden ja. genomen. Maar nou, ik dat denk maakt dat het heel boeiend, toch? Ja, maar ik denk dat wat, wat het heel erg. Uh... Hem heel erg helpt, is dat hij ze natuurlijk wel ook ontmoet en zo. Dus ze kennen hem ook. Het is niet iemand van internet die je gewoon oplicht of zo. En hij begint ook zelf eerst met uh, door zelf allemaal dingen te geven, heel veel geld te geven en, en reisjes en zo. Ik denk dat je dan eerder misschien denkt van, ja, oké, okay, hij heeft dat allemaal voor mij gedaan. Dus ik kan wel mijn creditcard uitlenen. Zeg ja, Bart. precies. Het is een klein iets. Ja, en ze denken dus maar 2,5 ton. Ja, dan gaat ja, nou ja, het over. <laughs> ja, maar ze, ze denken <laughs> natuurlijk gewoon wel echt dat ze een relatie met hem hebben. Dus dan is het ook, ja, ik bedoel, als jouw partner, wat ik echt een kutwoord vind trouwens, maar als, als die aan jou vraagt: van, mag ik geld van je lenen? Dan zeg je natuurlijk gewoon wel ja. Toch? Na een maand? Oh, ik zie jou heel, heel vertwijfeld kijken. Nou, ik zou echt... Ik zou ja, na een het, maand ja. is... Ja, ik weet niet. Dat vind ik een moeilijk. Uh. Want, want het was ook wel heel erg over de top, hè. Want uh, hij wilde dan meteen zogenaamd met haar samenwonen. Ja, en ja. Dus je dat echt denkt... Dan moet toch ja. wel een beetje de alarmbellen afgaan. Mm -hmm. Maar ja, goed. Dat is altijd makkelijk achteraf. Nogmaals, ik wil geen uh, victim blaming doen. Want volgens mij het is het, ik vind het wel echt zielig voor die vrouw dat ze zo in de maling zijn genomen. Maar op een gegeven moment zeiden ze inderdaad van ja. Uh, want hij doet het heel slim. En uh, hij had al een maand contact met haar. Als iemand na een maand, na een maand vraagt. of je een lening wil nemen. van 10.000 euro's om over te maken. Terwijl die zegt dat ja. hij de zoon is van een rijke diamanthandelaar. Terwijl dan denk je toch van ja. Kun je dat niet gewoon aan je vader vragen? Ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is wel een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet aan gedacht waar ik het zat te kijken. Nee, maar dat, dat was zo vreemd. Ja. ja, dat is best wel raar. Ja. Maar volgens mij had hij daar wel een soort lulverhaal bij. Want hij zei wel, ja, ik kan niet uh, daar contact mee hebben of zo. Want dat, dat tracken ze of zo. Zoiets was het. Hij speelde heel erg in op dat angstgevoel van dat hij bedreigd werd en dat ze hem wilden vermoorden en zo. Dus hij speelde. In op een soort van gevoel van: Ik moet hem helpen, want anders gaat hij dood. Zo van: Oh, ik kan hem redden. Weet ja. Wel. ja, maar ik vond het eigenlijk wat ik nog raarder vond. was dat er ook één vrouw bij die niet uh, met hem een relatie had. maar die gewoon vrienden met hem was. Ja. En dat die dat dat het op dezelfde manier eigenlijk ook werd opgelicht. Dat vond ik heel apart. Nou, ik weet niet of ik dat vreemder vond. Ik vond dat eigenlijk begrijpelijker, omdat zij echt zo'n vriendschapsrelatie hadden. En dan denk ik, ik, zou dit misschien inderdaad eerder. Eerder bij een vriend of zo dan ja? bij een geliefde dat ik... Uh... Ja, ook als je hem pas een maand kent. Nee, want zij kenden elkaar wel al langer. Ja, maar niet super lang, toch? Nee, maar zij was wel dan met hem naar Griekenland geweest. Ja. En dat hij met geld van anderen, geloof ik, een hele zomer lang ja. Uh, ja. kon allemaal niet op. Maar mijn heldin was die Russische chick. Die Russische chick die... Zijn echte vriendin, zeg maar. is een echte vriendin. Die <laughs> die niet oplichten Nee. Ja. Maar ik denk toch ook wel dat het een beetje een cultuurverschil is. Dat Russische vrouwen zich niet zo snel laten oplichten. Ja, die, ik denk dat die minder met allerlei soort van sprookjes in hun hoofd dit soort dingen aangaan. Ja. En dat had die eerste chick wel heel erg. Daarom erger ik me zo aan haar. Want ja, zij zat was... ergens I I wanna find true love. Weet je, zo, zo dat je denkt... Oh, gewoon. Als je de foto's van die gast zag, dan ging je toch al gewoon over je nek. Ja. Het was echt een gasting. Glatjokker. Ja, en, en zo, echt zo'n extreem narcist. En hij was dus ook helemaal niet knap. Nee, maar hij had wel, uh, hij was wel heel uh, um, ge gestileerd. Zeg ja, maar. ja, dus dan ja. lijkt het heel wat of zo. Ja. Maar als je hem dan gewoon zag op zo'n paspoortfoto, dacht je echt. Ja, ja, ja. Ja, en ook die vroegere foto's van hem, dat je echt denkt, godver, dus is echt zo'n onderkruipsel, zeg maar. maar. Ja, die had gewoon zichzelf... Ik mag niet zeggen over Joden, Elie. Oh ja, sorry. Ja, het feit dat ik me dat niet eens realiseerde, geeft al aan hoe niet antisemitisch ik ben. Maar um, nee, maar dat is een beetje het equivalent van vrouwen die eigenlijk niet zo knap zijn, maar heel veel doen met make-up. Ja, dat was hij wel, hè? Ja. Ja, ja. ja en dan denk je toch heel veel, dat denken mannen ook heel vaak van, oh, die is echt knap. En dan denk je echt, nee, niet ja. echt. Cheerleader effect heet dat. Ja, prachtig. Ja, is nee, dat is een in een groep. Term. Dat is in een groep van vrouwen, dat ze dan allemaal heel knap lijken. Ja, en, en, nee, en ook als ze van ver af uh, uh, zijn. En ja. dan als ze dichterbij komen, dat je dan het gezicht ziet en dat je denkt: oeh, lang haar en make-up kan heel veel <laughs> doen. Maar jij had het net over een Pansy uh, scheme, Elif. Hey, ja. uh, maar ik weet niet of iedereen weet wat dat is. We kennen het natuurlijk onder andere van Bernie Madoff, die. Ja. Um, de, dat is denk ik de grootste ponzi zwendelaar ooit, toch? Ja. ja. Maar leg jij even uit? Ja, dus een ponzi is eigenlijk heel simpel. Is dat je dus geld verdient door geld te lenen van anderen. En dat, dat je dat geld uh, of lenen of laten investeren door anderen. En dat je daarmee dus geld maakt, eigenlijk. Maar het houdt op op het moment dat bijvoorbeeld. Ja, je betaalt de ander, de nieuwe investeerder. Ja, die... met het geld van de oude investeerders. Ja, en dan, maar dat houdt dus op, op het moment dat bijvoorbeeld iemand zijn geld terug gaat claimen. Of ja dat een deel van de ketting gebroken wordt, zeg ja. maar. Doordat iemand failliet gaat of zo. Dan valt het uit elkaar. Ja, en dat gebeurde dus uh, tijdens de laatste financiële crisis. Ja. Um, met Bernie Madoff. Die al gewoon tientallen jaren deze Ponzi-scheme... In stand aan het houden was en die echt een ziek leven leidde ja, wereldwijde van de, Ja, ja. Van de high society in New York. En die familie is volledig ingestort. Nou, hij ging natuurlijk de cel in, want het is gewoon echt een hele grote crimineel. Ja. Zijn vrouw en zijn zonen wisten er niet van. Zeggen ze. Ja, maar, maar het is wel heeft waarschijnlijk. Eén heeft zelfmoord gepleegd, De ja. ander is gegaan aan kanker. Ja, die vrouw die wilde hem nadat hij zo'n zelfmoord had gepleegd niet meer zien. Bernie Madoff is inmiddels overleden. Maar dat is ook echt zo'n gestoord verhaal. Dus, heb je trouwens uh, Blue Jasmine gezien? Die film van Woody Allen? Ja. Ja, die gaat hier over. Die is geïnspireerd op Bernie Madoff. En het gaat helemaal over... Dat zij helemaal gezien. dat leven leiden in New York. En dan er opeens achterkomen dat hun vader eigenlijk gewoon een oplichter is. Ja, ja. Ja, dat is wel. Dat een hele stort. wereld instort. Ja. Echt, echt heel fascinerend. kijken hem. Ja. Ik moet zeggen, ik heb echt een fascinatie voor oplichters. Ik vind dat zo fascinerend. Ik vind zo'n Simon Levive dat je dat durft. En dat je met zo'n bord voor je kop door het leven gaat en daar zo'n lak aan hebt. Dat, volgens dat... mij heeft hij geen bord voor zijn kop, toch? Nou wel, hij gaat gewoon nu op. Uh... Hij was in een interview vorige week. En um gaat hij gewoon ontkennen dat hij dat is. Basically took everything, manipulated, added things to make it in a very narrative which is one basically just to destroy my name and to destroy everything. Ja, maar dat is een soort gaslighting volgens mij van zichzelf. Ja? Ja, dat denk ik. Ja, ja daar zal wel iets ik denk niet dat hij helemaal normaal is. Nee, dat... psychisch gezien, maar daar gaan we zo meteen nog even over praten met Esther van Veneman, ja. Onze huispsychiater. Ja. Um, maar wie ik ook zo fascinerend vind is uh, Elizabeth Holmes. Die is misschien nog wel gestoorder dan die Simon Leviev. Ja? Ja, nou die heeft een, een, een bedrijf, is ze gestart op een totaal bullshit verhaal. Namelijk dat zij een revolutie aan het ontketenen was uh, in de medische wereld. Uh, dat werkte helemaal niet. Dat was vanaf het begin eigenlijk al duidelijk dat dat niet zou werken. Desondanks heeft ze met gebakken lucht ja. en charme, want ze was dus heel charmant. Ze praatte zo... Daar hebben we even een fragmentje van. To eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm. Ja, als een vent. Ja, maar dat had ze dus heel slim gedaan. Van Die wordt serieuzer genomen als je dus een lage stem opzet. En er zijn dus van die filmpjes online te vinden waarin ze dan even uit die rol gaat. Voor ongeluk. En dat heeft gewoon zo'n meisjesstem. We talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on... His arm. Maar dan ben je dus de hele tijd je stem aan het vervoeren. Ja. Weet je hoe vermoeiend dat is. Ja, en ze liep dus de hele dag rond in zo'n zwarte coltrui. Uh, naar haar voorbeeld Steve Jobs. En ze was ook een Stanford drop-out en zo. Maar goed, wat je vooral eigenlijk zag, is dat rijke mannen zich volledig door haar hebben laten inpalmen. Van Bill Clinton tot George Shultz, noem maar op. Mm -hmm. En uh, die hebben dus honderden miljoenen geïnvesteerd in dat bedrijf. Op een gegeven moment werd dat geschat op 9 miljard dollar. Gewoon gebaseerd op gebakken lucht. Nou ja, goed, dat is uiteindelijk uitgekomen door een artikel volledig ingestoord. Extreem fascinerend. Ja, gewoon echt een gestoord wijf. Maar ja. ook nog steeds um, totaal bord voor de kop. Zij, zij is er nog steeds van overtuigd dat zij gewoon heeft geprobeerd. Fake it till you make it. En dat dat is mislukt. Ja. Terwijl ze gewoon een crimineel is die gewoon serieus, het gaat ook over medische dingen. Ja. Dus er zijn gewoon mensen die hebben dus testuitslagen gekregen op die apparaat van haar die helemaal niet werkte. Ja. Want het idee was dus dat je met één druppel bloed kon je dan allemaal testen doen in een machine die zij had uitgevonden. En dan zou je dus nooit meer bloed hoeven prikken. Ja. Uh, en daar kregen dus mensen uh, uitslagen dat ze dachten dat ze aids hadden of kanker of uh, dingen die veel te laat zijn gedetecteerd en zo daardoor. Dus het is dus ook niet echt onschuldig. En ze wist dus, dat is toch wel heel fascinerend, ze dus heeft die niet werkende apparaten gewoon in Walgreens gekregen in Amerika. Ja, ja, ja dat, dat is echt wel, ziek. Ja. ja, gestoord. Denk jij dat zij dat ook had kunnen doen als ze een man was? Want ik bespeur nee. een beetje zo'n zo'n seksisme dingetje weer of niet seksisme, maar omgekeerd seksisme. Ja, ja. Dus op een positieve manier. Ja. Ja, sowieso, want ik denk dus dit soort mensen, dames die zijn met Leviev ook interessant. Die spelen gewoon perfect in op de tijdsgeest. Een, Echte oplichter is gewoon een chameleon. Mm -hmm. En dat is zo'n Elizabeth Holmes natuurlijk ook. Want zij voedt precies aan, misschien vroeger had je, had je beter een ander soort oplichter kunnen zijn. Of als een macho-man. Maar zij speelt helemaal in op. Dat ze binnen niks liever in Silicon Valley dan ja, een vrouw, vrouwelijke start-up. Ja, een vrouwelijke en, entrepreneur die nee. dan uh, niet, niet alleen een bedrijf start dat succesvol is, maar dat, dat bedrijf is ook nog eens een keer super idealistisch. Ja. ja, zij voldeed aan dat perfecte plaatje en dan zag ze er ook nog eens een keer leuk uit. En dat uh, is fantastisch. Gewoon al die, al die mannen die lagen aan haar voeten, die, die wierpen gewoon hun miljoenen naar haar. Ja, en, maar ergens is dat dan ook een beetje dat je denkt, ja. Dat is een beetje je eigen schuld, toch? Ja, maar dat, dat is ook bij die met die mensen hoef je heb je natuurlijk niet per se medelijden met mensen. Ik heb geen medelijden nee. met Bill Clinton of nee, zo, maar niet. je hebt natuurlijk wel medelijden met de mensen die er de dupe van zijn en die de, waarbij de hun klanten, kanker te maar. laat is ja, uh, gediagnosticeerd omdat ja. uh, Elizabeth Holmes in haar fantasiewereldje leefde. Ja. Maar goed, laten we even met uh, Esser bellen om uh, te vragen wat het precies is wat deze mensen mankeert. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Ja, we hebben het vandaag in onze podcast over oplichters. En we vroegen ons af hoe jij vanuit uh, psychiatrisch perspectief naar mensen kijkt, zoals bijvoorbeeld van de Tinder Swindler, maar ook naar uh, ja, iemand als Elizabeth Holmes of Bernie Madoff. Hebben die mensen echt een ziekte? Dat is natuurlijk heel lastig, hè. Want die mensen die heb ik als psychiater niet zelf onderzocht. Je ziet wel gedrag. Wat doet vermoeden dat er iets toch niet helemaal in orde is. En ik vind het wel grappig, want toen ik psychiater was in opleiding. In mijn eerste jaar toen had ik al te maken met een oplichter. En dat was een meneer en die had uh, zogenaamd gevochten in de Libanon, zoals hij zelf zei. En die had allerlei telefoongesprekken met Defensie en die moest naar allerlei bijeenkomsten van reunies van de soldaten. En toen had ik voor het eerst, werd ik geconfronteerd met hoe bizar dat is, als je zeg maar vanuit empathie met iemand probeert mee te leven dus. Uh, en het blijkt allemaal niet waar te zijn, een pure leugen. En ja, dat, dat is een onuitwisbare indruk eigenlijk geweest. En, en en wat geloofde hij dan precies? Of geloofde hij dat zelf echt? Geloofde hij in zijn eigen leugens? Ja, dat is altijd heel moeilijk om daarachter te komen. Hè? Want um, op een gegeven moment wordt die grens tussen wat iemand wil geloven en wat hij fantaseert. En de leugen, dat wordt op een gegeven moment een beetje troebel. En dan, um, ja, dan wordt het bijna zo realistisch voor mensen dat ze er op een bepaalde manier ook wel zelf in gaan geloven. In um, dat beeld wat ze van zichzelf uh, hebben gemaakt. Ja. En, en waarom, waarom doen die mensen dat, zo voorliegen en zo? Ja, dat is ingewikkeld. Hè? Wat we weten over mensen die um, lijden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis... Hè? dat wil zeggen dat er toch een echte stoornis is in het geweten... en het nou ja, gedrag wat iemand laat zien waarbij die gewetensfunctie opvallend afwezig is. Dus, dus is dan wel... voel je gewoon niet... Dus zo iemand, stel je voor uh, iemand als die Simon Leviev, die heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis... Dan... Voel je dus nul empathie of zo. Dus dan voel je gewoon, heb je geen geweten naar die mensen die je zo in de maling neemt? Bij hem weten we dat natuurlijk niet precies, maar in het algemeen kan je zeggen dat bij een antisociale persoonlijkheidstoornis een belangrijk kernsymptoom is dat de gewetensfunctie is gestoord, waardoor je ook niet kan verplaatsen in de ander en waardoor je de ander ook niet ja, eigenlijk op een gelijkwaardige, respectvolle manier benadert, maar meer als uh, een persoon waar je winst op kan behalen, die je kan gebruiken voor jouw eigen doeleinden. Dus de consequenties van je gedrag, die kan je niet voorstellen. Wat die doen met de ander. Dat is gewoon niet op orde bij iemand met zo'n stoornis. En is het dan ook zo dat die mensen, als ze dit soort dingen doen, dat ze dan ook denken dat ze ermee weg gaan komen? Of hebben ze ergens wel het besef dat, dat het op een gegeven moment uitkomt? Um, nou ja, dat is een lastige vraag omdat. Um... Ze zijn bepaald niet angstig, meestal. Hè? Dus ze doen echt dingen. Dat zie je ook wel in die film uh, de Tinder Slinter, voor zover dat bij hem aan de orde is. Maar je, je bent diep onder de indruk waar iemand toe in staat lijkt te zijn. En ook nou ja, zonder scrupules, zonder angst. Dat kan een kenmerk zijn, inderdaad, van deze stoornis. En ja, het overzien van de gevolgen van je gedrag is natuurlijk sowieso niet hun sterkste kant. Dus uh, ik denk niet dat dat nou iets is waardoor ze zich enorm laten terughouden. En hoe kan het, denk je, dat de mensen hier dan toch uh, intrappen? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen zoals Holmes of die Lviv... ...er zijn toch wel echt dingen waarvan je denkt... Hmm, ...ik moet toch een belletje gaan rinkelen dat dit niet helemaal klopt. En toch gebeurt dat heel vaak niet. Dat is heel erg afhankelijk van de slachtoffers en, en hoe ze worden uitgezocht. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat er vaak heel erg wordt gebruik gemaakt van, van medelijden, van empathie. Hè? En je ziet vaak zo'n patroon dat dan in eerste instantie wordt iemand in de watten gelegd. En dan opeens komt er een kantelpunt dat dat misbruiken van iemands goedheid eigenlijk aan de orde gaat komen. Dat zag je in die film, de, die docu van de Tinder-Swindler. In eerste instantie wordt, worden die dames enorm in de watten gelegd, en opeens is de hoofdpersoon. In de problemen en uh, heeft hij acuut hulp nodig. En op dat moment is er al zoveel nou ja, uh, binding, verliefdheid, empathie vanuit het slachtoffer ontstaan, dat het alleen maar logisch is om dan te gaan helpen. En um, ja, dan kan je natuurlijk van alles van vinden: van hoe naïef kan je zijn, enzovoort, enzovoort. Maar het is, het is heel lastig als je op een gegeven moment op die manier een, 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 nou, een relatie met iemand hebt om daar dan uit te stappen en te zeggen van hey, hier klopt iets niet. Ja. En dat is nou precies ook waar misbruik van wordt gemaakt. Ja, maar ergens hebben ze dus wel, uh, dus zeg maar de oplichters dan in kwestie... wel een heel goed gevoel van hoe ze mensen moeten inpakken... en wel op welke knopjes ze moeten drukken, zeg maar. Ja, het lijkt dan alsof ze daarin wel heel empathisch op ja, zijn, precies. toch? Ja, precies. Ja. Nou ja, maar dat, is natuurlijk ook, dat vond ik zelf ook wel het enge eigenlijk om het te realiseren... dat empathie, daarvan denken we dat is allemaal goed, fijn en rozig... en dan zit het allemaal helemaal prima tussen mensen. Maar empathie blijkt je dus ook te kunnen gebruiken voor je eigen gewin... waarbij je die andere gewoon eigenlijk misbruikt... Met behulp van empathische vermogens. En dat, ja, dat is best wel shocking, eigenlijk. Wat ja. had jij nog iets in die documentaire waarvan je dacht: dat valt mij echt op. Of ik vind dit echt heel typisch of zo? Nou, ik, ik was wel onder de indruk van het feit dat hij zo ongelooflijk geslepen is. In de manier waarop hij intimiteit, hele persoonlijke dingetjes, heel gezellig. Hè, dus al die dingen waardoor wij ons veilig voelen in relaties. Dat hij die zo ongelooflijk goed beheerst. Maar niet omdat hij het goede voor heeft met de ander, maar om die ander te misbruiken. En ja, dat vond ik gewoon wel indrukwekkend dat, ja, dat je daar zo mee uh, genaaid kan worden eigenlijk. Ja. ja, want wat doet dat met iemand als dat je overkomt? Nou, ik denk dat dat natuurlijk een enorme deuk geeft in je vertrouwen in de relaties en hoe mensen eigenlijk zijn. Ik, ja, het ligt natuurlijk ook aan wie je zelf bent, maar ik kan me voorstellen dat dat echt een traumatische impact kan hebben als dit jou overkomt. Ja, het is wel wat ik ook nog wel iets fascinerends vind, is dat um, Simon Leviev nu gewoon een, um, naar Hollywood gaat. Tenminste, dat was de berichtgeving vorige week. En. Um, ik zou dan een datingshow komen met hem en een podcast waarin hij ze dating do's en don'ts gaat delen? Wat is dat dan toch dat we dan toch heel veel fascinatie of zo hebben met dit soort mensen? Ja, en ook natuurlijk gewoon omdat het een interessant verdienmodel is. Hè? Ja. Want um, hij, hij zorgt natuurlijk wel voor reuring, ophef, kliks en bytes en weet ik wat allemaal. En ja, ik, ik vind daar wel wat van. Ik vind het natuurlijk echt bizar dat iemand niet uh, nou ja, vol schaamte uh, zich terugtrekt en zijn gezicht nooit meer laat zien, maar in feite op het schild wordt gehezen. Maar goed, dat zien we natuurlijk in Nederland ook, hè, met criminelen die uh, allerlei podia krijgen. Ja. Dat is een tendens in onze samenleving die even los van dit fenomeen staat. Ja, waar waar je wel je vraagtekens bij mag zetten of, of dat nou is wat we allemaal willen. Ja, maar ik moet toch zeggen bij dat soort oplichters... dat ik het zelf ook altijd wel echt extreem fascinerend vind. Ja, je wil er dan toch alles over weten. Ja, het is wel of? interessant nou ja. natuurlijk. Ja. Dat klopt. En het is natuurlijk ook wel onze hang naar het controleren en veilig maken van de werkelijkheid. Want als je snapt hoe hij denkt en hoe hij handelt, nou, dan heb je zoiets van, nou, daar ga ik in ieder geval niet intrappen. Dus in die zin uh, is het, geeft het ook wel een gevoel van veiligheid als dus je een beetje zicht krijgt op wat, wat zijn dit voor mensen en wat doen ze eigenlijk. Ja. Maar of dat nou met, met heel veel toeters en bellen in een show moet, daar, daar kan je natuurlijk wel over twisten, vind ik. Want wat is dan echt het verschil tussen een psychopaat en een, iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis? Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste dat bij een antisociale persoonlijkheidsstoornissen het gedrag ook echt heel erg gestoord is en heel erg schadelijk voor de ander is. En bij een psychopaat is het meer dat iemand, nou ja, vooral zich niet uh, goed kan verplaatsen in die ander. Maar dat er niet zodanig gedragingen op dat moment zijn. Waardoor je spreekt van een stoornis, uh, antisociale persoonlijkheidsstoornis, zoals dat in de DSM5 staat uh, beschreven. Dus een antisociale persoonlijkheidsstoornis is eigenlijk meer vatbaar voor criminaliteit ook en dat soort dingen. <laughs> Ja, andersom zou je kunnen zeggen dat veel criminelen last hebben... van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Er komt met name ook veel bij mannen, meer bij mannen voor dan bij vrouwen. En gek genoeg zijn er ook wel onderzoeken die wijzen in de richting... dat bij CEO's ook veel antisociale anti persoonlijkheidstrekken... of nou ja, psychopathie voorkomt. Het gaat natuurlijk in de kern over het niet heel erg wakker kunnen liggen... van wat het met andere mensen doet, wat je zegt, wat je, hoe je je gedraagt. En dat heeft op sommige punten ook wel voordelen. Natuurlijk als je in een grote onderneming heftige beslissingen moet nemen. Ja. Maar het is een akelige aandoening. En wat je ook vaak ziet is dat de mensen die lijden aan deze stoornis. Dat die ook wel te maken hebben gehad met een opvoeding met een jeugd. Waarin uitermate veel onveiligheid uh, is geweest. Dus er is wel iets aan de hand met deze mensen ook. Dus, in dus de zin niet, van het is niet zo vaak uh, aangeboren? Nou dat is bij persoonlijkheidsstoornissen altijd een beetje ingewikkeld. Er is altijd een deel ook wel uh, genetische aanleg. He, zoals bij narcisme is dat 50 procent. Uh, en er zit heel veel ook in de opvoeding, um, hoe iemand gehecht is, hoe veilig of onveilig het was. Um, en dan ja, afhankelijk van heel veel factoren, dan ontwikkelt zich iemand iemand zich in een bepaalde richting. Hè. Bij vrouwen zie je vaak de borderline persoonlijkheidsstoornis als ontwikkeling. Uh, en bij mannen is dat eerder de antisociale persoonlijkheidstoornis. Ja. Je noemde net narcisme. En dat is ook een beetje, tenminste, valt mij op, inmiddels een soort trendwoord geworden om om mensen vaak zo te noemen en zo is er iets van iets te zeggen over cijfers van hoeveel mensen lijden aan aan dit soort stoornissen. Heel moeilijk deze cijfers. Um, dat zijn lage percentages als je het echt hebt over de stoornis. En uh, narcisme wordt natuurlijk vooral als een soort scheldwoord gebruikt. als ja. je het niet eens bent met je politiek tegenstander of zo. Maar dat, dat vind ik eigenlijk uh, ja, een kwalijke zaak. Omdat, kijk, narcisme, de trekken, hè, de echte stoornis, dat is weer een ander verhaal. Maar de trekken die zijn ook wel handig om bijzondere dingen te doen. Het feit dat jullie een bijzondere podcast maken met z'n tweeën. Ja, nou, daar heb je natuurlijk wel een beetje. Een soort bewijsdrang voor nodig eh, om dat soort bijzondere ja, en dingen en te, doen te, te doen. En het idee dat iedereen naar ons wil luisteren. Ja, is misschien, misschien ook wel een <laughs> beetje narcistisch. Je ja, mocht je jezelf inkoppen, Pitty. Maar het <laughs> gaat dat heel goed en luisteren mensen heel graag. <laughs> mensen <willen luisteren. laughs> maar misschien moeten jullie een aparte podcast over narcisme een keertje maken. Dat is wel een goed idee. Ja. Leuk. Leuk. Ja. ja. Thanks. Nou, succes en tot de volgende ladies. Alright. ja, gezellig. Bye. Okay, Bye. Doeg. Bye. Maar vertel, Elif, ben jij weleens opgelicht? Nee, nog nooit. Ja, of tot, niet dat ik weet. Kan je, je kan denk ik ook wel opgelicht worden zonder dat je het door hebt, hè? Maar ik niet. Ja, ook niet op straat of zo? Of, uh, nee. Ben je weleens gerold? Uh, nee. Uh, nee, ook niet. Oké, okay, even afkloppen. Ja, inderdaad. Ja, We willen dat ik straks dan word, straks <laughs> word gerold. Gewoon, nou, op. ik las net, uh, kreeg een pushbericht dat iemand zijn Rolex van 10.000 euro van zijn pols was gewijd. Gerold door de wind. Ja, gerold door de natuur. <laughs> um, en jij? Um, ja, ik, ben, ik heb twee keer iets meegemaakt in een horeca. Ik heb dus heel lang in een horeca gewerkt. Toen heb ik één keer gehad. Toen kwam iemand binnen en die wilde geld wisselen. En ik voelde al een beetje, of ik vond dat al een beetje een, een vrouw die ik niet helemaal vertrouwde. En toen dacht ik, nou, Kitty, doe niet zo. ...bevooroordeeld. Die vrouw wil gewoon geld wisselen, dat doe je altijd. Oeh, waarom had je dat gevoel? Ja, ik kreeg gewoon een vibe. Van gewoon een haar. instinctief ja. uh, gevoel. Okay. Ja. Ja. Toen dacht ik... ...zo moet je niet denken over mensen. <laughs> oh. En uh, toen... Uh, ...breken alle vooroordelen dus te kloppen. En toen uh, wilden ze dus geld wisselen. Ik denk dat het was iets van... 70 euro of zo, zoiets. Het is echt heel lang geleden, het is tien jaar geleden of zo. Ik had nog in mijn hoofd van: ik moet opletten, ik mm. moet opletten wat hier gebeurt. Maar goed, je denkt, ja, wat kan er gebeuren? Ik bedoel, ik hield gewoon mijn oog zeg maar, op de kassa toen we dat geld wisselden. Want ik dacht, oh ja, daar zit zeg maar, het gevaar bij die kassa die ik open doe. Maar goed, er waren ook gewoon andere mensen in de zaak. En zo dus ik, ja, ik kan niet verder, dacht ik, whatever, ik doe het gewoon. En toen gaf ik haar dus dat geld. Ik gaf haar 50 euro of zo. En toen had ze opeens 10 euro in haar hand. Gewoon alsof ik haar 10 euro had gegeven. En, en ik zweer het, er zat geen, dus het was gewoon in een seconde. Oké. Okay. En toen zei ze: Je hebt me 10 euro gegeven. En toen dacht ik: Oh, ik heb een verkeerde brief gepakt. Zo dus gaf ik haar 50 euro. En toen liep ze weg. Toen dacht ik: Kut, ik had haar wel het goede geld gegeven. En ze heeft dat heel snel gewisseld. Oh, oké. Okay. Sick, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik vond dat toen, ik kan me nog herinneren, want toen moest ik mijn baas bellen uh, daarover dat ik dat had gedaan. Nou, het is niet vergelijkbaar met wat Pernilla en die andere hebben <laughs> gemaakt. Maar ik moet wel zeggen dat ik me toen heel erg schaamde. Dat ik het echt heel gênant vond ja, ik dat ik daar iemand Ja, ja. Vooral, maar omdat je dus ook de seconde dat ze wegliep, dacht je dus. Oh ja. shit. Toen ja. wist je eigenlijk al dat je het. Dat je... Ja, oké. Okay. Ja, En ik heb later nog een keer meegemaakt in de horeca. Toen kwam er een man binnen. En uh, het was vrijdagavond. En in een restaurant werkte ik en het was heel druk. En ik uh, stond zeg maar achter de bar. En toen. Uh, kwam hij gewoon iets drinken aan de bar en toen bestelde hij iets. En toen vroeg hij of hij geld kon bijpinnen. En dat deden we op zich altijd, je moet gewoon geld bijpinnen daar. Maar hij was heel aardig, zeg maar. Hij kwam binnen en hij was gewoon heel vriendelijk. En hij zei, ja, nee, uh, rustig aan, want het was heel druk en zo. En ik weet niet, toen voelde ik al intuïtief of zo dat er iets niet helemaal klopte. Toch? Ik word sowieso altijd een beetje wantrouwend als mensen heel aardig ja. doen. Ja. Ja, ja. Maar hij zag er op zich gewoon heel normaal uit. En uh, toen uh, ging dus zitten aan de bar, dus ik gaf hem dat drankje. En toen zei hij, ja, ik wil gelijk afrekenen en dus extra pinnen. Ik zei, oké, okay, prima. Dus ik gaf hem dat pinapparaat. En hij pinde iets van 70 euro bij. En toen, uh, deze pin was erin. Nou, maakte hij zo'n piepje, dat pingeluid. En toen uh, zei hij, ja, ik neem het bonnetje mee. Dus hij wilde het bonnetje eraf schrikken. Ik zei, nee, ik wil het bonnetje even zien. Want ik wil even zien of, of je echt ja. betaald hebt. Ja. Want ik voelde al dat het niet helemaal klopte. En toen bleek dus, zal het ontoereikend dat stond op die bom. Zeg, dus oh, je hebt niet betaald. En toen, zeg maar, ik had dat geld nog niet gegeven uit de kassa, maar ik had het in mijn hand. En toen zei hij, oh, oh, wat gek. Oh, gek. Ik ga even pinnen. En toen ging hij weg en toen heb ik hem nooit meer gezien. Ja. ja. Oké. Okay. Maar dat was een andere truc die ze dan proberen uit te halen. Ja, oh, wel slim. Van hem en van jou Slimme. Ja. ja. Dus toen was een beetje de schade die ik dan de eerste keer had, die was toen een beetje. Oh, die was gefixt. ook daarna. Ja, nee, dat okay. was niet daarna. Dit was echt jaren later, toen ja, ik okay. al een stuk ouder en wijzer was. Ja. En... Maar dan merk je toch, met dit soort dingen, je moet altijd, als je tegen je intuïtie ingaat, met dit soort dingen, dan. Dat vond ik ook echt een les van die eerste keer. Ik voelde gewoon dat er iets niet klopte. Ja. En dan doe je dat toch. En um, dat voelde ik met die man ook. Van, ik voelde ook dat er iets niet klopte. En het bleek ook gewoon iets niet te kloppen. Dus je moet echt, echt altijd op je intuïtie. Op je intuïtie. Ja. Dat is echt iets. Ik uh, ja, klink nu echt als een spirituele vegan mama from Instagram. Maar ik, uh, ik geloof echt in dat intuïtie zoveel zegt. Het is, ja. dat is ja. gewoon iets evolutionairs. Dat je dat aanvoelt dat iets niet in de haak is. Ja. Dus ja, dat... je moet je dus nooit laten verleiden door. Ja, maar ik moet mensen niet wantrouwen of ja. niet bevoordeeld zijn. Dus nee, je moet, je, je moet iedereen het. wantrouwen. Ja, altijd, ja. Ja. iedereen, altijd, overal. De hatefluencer van de week. We hebben een bekende hatefluencer hè, dit keer. Ja, nou ja, bekend. Ja, wel bekend. Uh, Jan Roos, die keek first dates. En die schrijft: waarom zoeken mensen iemand die spontaan is? Ja. ja, echt een hele goede vraag. Ja, want dat is inderdaad. Iedereen zegt dat altijd bij dat soort programma's. Het zijn niet zeggende woorden. Totaal. Niets, niets, het zegt helemaal niks over een persoon of die spontaan is. Spontaan vind ik ook niet per se goed. Nee. Want spontaan klinkt als impulsief en klinkt als iemand die gewoon alles maar roept de hele tijd. En doet <laughs> en zo. En toch dat die geen iemand die niet uh, zichzelf onder controle heeft op een en dat ja spontaan heeft een positieve connotatie, maar ik vind dat niet per se positief. Ja, ik vind het echt uh, niet zeggend. Maar zegt... het is echt een heel standaard datingwoord. Ja, net zoals dat echt iedereen en ik kijk best veel datingprogramma's voor mijn werk en. Um... <laughs> dat zeg je er even bij. Ja. <laughs> um, dat dat uh, dat ook altijd wordt gezegd van ik zoek iemand die uh, positief in het leven staat. Ja. Dan denk ik. Echt, is er, nog, is er nog hoop? Is er, <laughs> is er nog hoop voor misantropen <laughs> zoals ik? Het lijkt me heel verfrissend als iemand een keer bij zo'n programma zegt: Van ik zoek iemand die negatief in het leven staat. en die gewoon lekker cynisch is en zo. Ja, en niet zo fantastisch. Cynische mensen zijn toch heerlijk. Ja, dat, vind, dat zijn ook mijn dingen. Die hebben eens. ook vaak veel meer humor. Nou ja, ja, goed, we hebben al een hele podcast over o, opgenomen. Goed. Over um, het gif van de positiviteit. Daar hebben we een podcast over ja. opgenomen. Ook weer zoiets nietszeggend is dat. Iemand die positief in het leven staat. Ja, ja gewoon een blij, blij gewoon ei. Gewoon zo zo'n blij ei, inderdaad. Zo'n oh, happy camper. Dat is echt toch? Ja. Maar weet je wat ook een standaard na spontaan is, is? Het andere standaardwoord is zorgzaam. Zoek je nou een moeder of een vriendin? Ja, of dat dat snap ik dan wel. Ja, ik weet niet. Ik vind dat zo moederlijk. Ja, het is wel moederlijk, ja. ja. Maar ja, goed. Ja, ja maar jij bent het... gewoon niet zo zorgzaam, denk ik. Uh, weet ik niet. Weet ik echt niet. Niet bij iedereen. Maar um... nee, oh ja, ik wou zeggen dat spontaan en zorgzaam ook voor mijn gevoel een beetje haaks op elkaar staan. Ja, maar dat is toch altijd. Ik bedoel, die beschrijvingen van uh, wat mensen willen, dan denk je echt, uh, en nou, heel veel succes ermee. Het zijn totaal tegenstrijdige dingen. Ja, maar spontaan is inderdaad wel een, een hele ergerlijke. Dat is ook nooit in, in geen enkele andere setting is dat iets wat, wat gewaardeerd wordt overal toch? Ja, dat we gewoon spontaan vinden mensen toch juist leuk. Zo'n leuke spontane meid. Ik heb dat, ook het idee dat, die, dat het een heel vrouwelijke term het is. Het is een heel vrouwelijke term. Ja, term. Het wordt ja. altijd voor vrouwen gebruikt van oh dat is zo'n leuke spontane meid. En je zegt er eigenlijk helemaal niks mee. Ik snap nooit wat mensen nou, daar je, dan mee ik bedoelen. Ik vind dat iemand er een beetje dommig door uh, dat je een beetje een domme kwalificatie in iemand geeft. Ja, vind je niet? Ik vind het. Ik vind het niet goed. Als ik in een in een sollicitatiecommissie zou zitten of zo en zouden zeggen ja we willen die, want die is zo lekker spontaan, dan zou ik denken nee. Nee, die, die gaan we niet aannemen. Nee, maar ik zou als, als iemand als super positief wordt omschreven... dan zou ik dat ook niet per se denken van. Nee, voor mezelf niet. Maar misschien is het wel. Goed. Ja, maar het is wel goed om om positief te zijn, maar het, het is dat idee van een blij ei dat vind ik dat heeft zo'n ja. dommige connotatie. Ja. Gewoon iemand die altijd <laughs> blij is en ja. dat. <laughs> ja, het is dat... heel dom. Ja. ja. <laughs> zijn we het weer lekker eens met elkaar? Ja, maar misschien ja, ja. zijn we het te vaak eens met elkaar. Dat ja, een die kritiek meer krijgen we wel eens. Ja. Die kreeg ik door vanuit verschillende hoeken. Dat we het niet zo vaak eens moeten zijn met elkaar. Maar goed, we zijn we Ja, willen start. jullie dan van die kijvende wijven die de heten tegen elkaar lopen te schreeuwen? Dat wil je ook niet, toch? Nou, ik had wel dan nog wel even een leuke recensie. Die ik nog even wil noemen. Of tenminste, ik kreeg een bericht. Hoi, ik begon vandaag je podcast te luisteren. In de beginnen dacht ik, Jezus, wat een gekakel. Nu, een paar uur later, moet ik eerlijk toegeven dat ik jullie gekibbel over de samenleving wel heel leuk vind. Over gekibbel gesproken. Oh, dat is lief. Maar heel lief. ook kibbelen wij. Een paar uur later. Dat betekent dat hij dus uren naar onze podcast heeft geluisterd. Ja, heftig. Ja. God, nou, bedankt. Dankjewel. En zo, hij. En zo. Ja. Nou, dat was het weer voor deze week. Ja. Over recensies gesproken, laten we vooral eentje achter. Dat vinden we leuk. En uh, als die heel, heel goed geschreven is, dan lezen we hem misschien een keer voor in onze podcast. Ja. Bye. Bye.